De Saar op links. Heel veel ruimte voor Fortuna. Muriels voorzet, strand op de rug van Patrice Hong. Hong kan profiteren, legt hem goed breed en Kuipers scoort. Gent komt dan toch op voorsprong met tweede kans in deze tweede helft, die nog maar 4 minuten onderweg is. Ze toonden op gelijke hoogte opnieuw met de spits van Antwerpen, met Vincent Janssen. Het voorbereidende werk is van Hong. Die rookt daar een kans na het verlengen van de Saar. Neemt hij met de borst goed mee en trekt hij twee verdedigers naar die linkerzijde van het 16 meter gebied. En dan is het een blinde voorzet, maar is het 2-1 voor Luis Araujo in zijn naam.